Joas, vertel eens even wat jullie van plan zijn. Nee, ik ga het vertellen. Oh, wacht, ik wel. Wat doet deze man met een fles water? Onschuldig. Ik heb zoveel kou van dat ik niet meer weet wat ik zie. Iedereen kijkt met spanning toe. Hoe zal dit avontuur ten einde lopen? Drijf nat of kurkdroog? We weten het nog niet. Dit vraagt wel. Heb je mee? Ja. Jij ook? Volgens mij gaan Meredith en Marja een plannetje maken. Ja, maar goed. Ja, nee, hè? Nee, wat ik net zei, alleen mijn haar. Als ik zo voorover ga staan. Nee, echt niet. Nee. Joke is het volgende slachtoffer, zo te zien. Niet. Ik wil blijft zitten. Nee, Teer zei die is. Nee. Oké, ik wil zeker dat een van jullie waardevolle spullen in zijn zak. Ik heb een mobiel. Wat heb je waardevolle spullen? Ik heb een mobiel en MP3-spullen. Nee, zij heeft het ook niet. En jij? Hey, yo, je hebt een waardevolle spullen op zak. Nee, maar ik weet niet of ze het erg vindt. Maar als ze blijft zitten, dan maakt het... Dat is toch niet leuk als ze blijft zitten? Dat is minder leuk. Wat? Ik heb wel een spek. Bellen. Gooi het gewoon hard op de. Nee, dat is Tirza schuift langzaamaan een stukje de linkerkant op. Want wat zullen deze mannen gaan doen? Gaan ze haar nat gooien? Nou. Of kiezen ze een ander slachtoffer? Okay, er staat een hele rond hier om mij. Nu? Wat de camera's? Nee, als je mijn camera nat maakt. Ik blijf gewoon bij jullie in buurt. Goed idee, Tirza. Dit is een. Waar dan maar niet? Jou. Overleg van de twee mannen. Wat gaan we doen? Oh, even achter hem. Nee, ik doe wel voor. Dus ik heb net. Waarom? Ik heb trouwens een mobiel. Ik ook. Smeretje. Nee, Lydia heeft geen telefoon bij. Zo te zien is Peter het volgende slachtoffer. Peter kan wel tegen een... een spettertje. Ja. Hij wil zijn mobiel niet uit zijn zak doen. Ja. Ik ga gewoon met mijn Peter gewoon een keer een mobiel zonder mobiel. Zeg maar. Nou, ik denk dat jullie moeten opschieten, want anders gaan Meredith en Marja iets doen. Wow! Daar ging Tirza en Ruben. En nou is het gevecht losgebarsten. Ja, daar komt hij dan. Daar komt hij dan. Je gooit de 20 meter vandaan.